Minder harde muziek. Geen felle lichtflitsen. Een lagere draaisnelheid. En ruim de tijd om in te kunnen stappen. Maandagmiddag was de kermis tussen 3 en 6 prikkelarm. Houd in dat de mensen die dus minder tegen prikkels kunnen, dat die ook gewoon normaal kermis kunnen vieren. En ook voor die mensen is het natuurlijk wel fijn dat ze ook eventjes op een rustig moment gewoon even de kermis over kunnen. Ja, juist heel goed. Goede reclame. En kermis is ook voor iedereen. Dus ook voor mensen die niet tegen muziek en lampjes kunnen. En merk je ook dat mensen hier speciaal op afkomen? Ja, juist. We organiseren voor de oudere middagen. En zo kunnen ook de scholieren weer met de ouderen lopen. Zo is voor iedereen toch wel heel leuk en toegankelijk. Voor verschillende kermisbezoekers een mooie uitkomst. Daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee. Ja, wel. Ja, anders ben ik heel snel verdwenen. Nu kan ik hier even rustig zitten, merk ik zelf eigenlijk ook wel nu het zegt. Ja, kan ik het langer volhouden. We zijn bewust nu hier omdat het prettiger is. En de kinderen kunnen elkaar verstaan. Ja, ik vind het wel fijn. Wat vind je er fijn aan? Nou ja, dat je dan niet in hele lange rijen moet staan. Zo. Ja, het is prikkelarm, hè. Daarom zijn we dus vanmiddag gegaan. Omdat het erg onrustig wordt als er veel informatie binnenkomt. Dus eigenlijk een hele mooie uitkomst. Zeker weten, en het weer ook nog. Dus wat dat betreft, geweldig. Niet iedereen vindt dat dit bij de kermis past. Kermis is wel een beetje reu, je weet niet, of een beetje actie je ziet. Dus het hoort er eigenlijk wel bij? Hoort erbij, ja. Maar voor de mensen die wat minder tegen prikkels kunnen, is het ook een mooie uitkomst. Nee, ja, die moet niet meer. Nee? Nee. Als ze niet leuk kunnen, ja, dat is voor hun, hè. Het hoort er ook wel bij, vind ik. Dat klopt ook. Maar misschien bepaalde tijdstippen of middagdelen dat ze het anders kunnen doen, zoals nu. Ja. Is goed. Ook voor de kermismedewerkers is de rust niet verkeerd. Maar na 6 uur gaat het volume gewoon weer omhoog. Ja, ook leuk. Even wat anders. Even rust ook. Ook wel eens fijn. Is dat voor jou ook even lekker? Natuurlijk, af en toe is het ook wel even lekker om even rust. Maar het liefst heb ik wel gewoon lekker met de muziek en dan hebben we er gewoon een lekker feestje van kunnen maken. En dan kijk ik ook uiteindelijk, ik kijk er gewoon naar uit om gewoon weer om 6 uur om gewoon weer die muziek aan te knallen en gewoon weer lekker volgas ervoor te gaan.